We zien spannende tijden. We zien spannende tijden gaan we tegemoet. Want het energieakkoord is er, daar ben ik heel blij mee. En daarin is ruimte voor wind op land en wind op zee. Ik zie beide ook van de grond komen. Maar ik denk dat uiteindelijk de weerstand voor wind op land wel zal toenemen. Zo richting het einde van het energieakkoord. Voor het oplossen van die weerstand zie ik verschillende mogelijkheden. Veel daarvan worden al wel toegepast, maar dat kan nog meer. Vooral vroeg beginnen. Het punt is namelijk, je hebt nogal wat impact, hè, met die molens. Deze zijn heel klein, maar die zijn natuurlijk heel groot. Ze kunnen, als ze op een kilometer staan of soms zelfs op 500 meter afstand van je huis, hebben ze nogal een visuele impact. Ik denk dat ook vooral die visuele impact het grootste probleem is. Want qua geluid houden we ons aan alle andere normeringen. Qua schaduw, qua impact op het milieu, op de natuur, zijn er gewoon hele goede concrete afwegingen. Maar die visuele impact, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Het blijven grote, hoge objecten. En als je dat samen met de bevolking bespreekt, van hoe gaan we dit nu concreet doen en hen eigenaar of in enigerlei vorm eigenaar maakt ook van het voordeel van die windturbines, dan denk ik dat het veel makkelijker wordt om een project te ontwikkelen. Er wordt echt hard aan getrokken, ook de reiscoördinatieregeling zoals die uitgevoerd wordt door het ministerie van Economische Zaken heeft hele positieve impact en invloed op het binnenhalen van die grotere projecten op land. Dus ik ben het overheidsbeleid, dat vind ik op dit moment heel goed. Ik blijf van mening, maar goed, de toekomst zal het leren, dat wind op zee en wind op land de goedkoopste vormen zijn om grote hoeveelheden duurzame energie te creëren. Dus met zon kan je op sommige plekken goedkoper dan met wind op zee energie maken, duurzame energie maken, maar het is daar, het kan niet in diezelfde hoeveelheden. Nou, volgens mij wordt het een heel leuk congres. We hebben heel veel bezoekers, we hebben heel veel leuke sprekers. Ik zie, eigenlijk iedereen is er. Op land, op zee, het zijn twee verschillende groepen, maar er zit ook heel veel overlap in. In de pauzes kun je elkaar tegenkomen. Dat is gewoon een hartstikke leuk congres.